Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe One Minute Monday met een hempje aan. In deze aflevering van One Minute Monday ga ik jullie iets uitleggen over de iPhone. Dus als je geen iPhone hebt of niet van plan bent om hem te gaan kopen, doe deze video dan weg, want je hebt er serieus niets aan. Wat ik jullie wil gaan uitleggen is namelijk dat in de iPhone zit een functie locatievoorzieningen. Waarschijnlijk heb je daar wel ooit van gehoord, want bijna elke app tegenwoordig maakt er wel gebruik van. Ook als jij even een foto wil posten op Instagram, zetten vaak mensen ook nog eens bij in welke stad ze zijn. Laten we maar gewoon meteen beginnen en start de klok. Je gaat naar je instellingen toe van je telefoon. Je swipet een beetje naar beneden totdat je bij privacy uitkomt. Vervolgens, als je bij privacy bent, klik je natuurlijk op locatievoorzieningen, staat bovenaan en dan swipe je een beetje naar beneden. Dan ga je naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Ik heb heel veel apps die overal gebruik van maken. Zoals OV Delay, is een app voor OV. Pokémon Go, Sleep Cycle, bla 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 bla. Maar ook systeem. Dan klik je daarop en dan zie je heel veel dingen staan die je kan aanpassen. Waarschijnlijk ben je hier nog nooit geweest in je telefoon. Maar waar ik naartoe wil, is belangrijke locaties. Dan moet je inloggen met je vinger of met je code. Als ik dan bijvoorbeeld stel, ik klik op Udenhout bijvoorbeeld. Dan weet hij precies dat ik ben geweest in Udenhout op 19 oktober 2018 om 17.34 uur tot en met 17.42 uur. Bijvoorbeeld, ik ben in Pescia geweest in Italië. Dan weet hij precies waar ik allemaal ben geweest. Ik ben namelijk in heel veel verschillende plekjes geweest en ik heb een tijdje daar verbleven tijdens mijn vakantie dit jaar. Dus je iPhone houdt meer bij van jou dan jij misschien wel denkt. Om ervoor te zorgen dat je iPhone alles verwijdert, ga je gewoon helemaal naar beneden en dan klik je op wis geschiedenis en dan is alles weg. Zo simpel kan het zijn en dit was mijn spreekbeurt. Dankjewel voor het kijken, laat even een like achter als je het leuk vond, als je het snapt. En als je het ook maar eens even gaat bekijken wat bij jou allemaal is bijgehouden voor locaties. En laat even een reactie achter hier beneden. Later.